Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook iets heel moois, sterks en iets echt wat leuks voor de zomer maken. Heb je er zin in of was een duimpje omhoog? Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En blijf gewoon leuke video's aankomen. Dus druk eventjes gratis op die abonneerknop, dan mis je niks. En heb je meegedaan aan de vorige winactie? Wie weet heb je dan wel gewonnen. De winnaar komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen en je hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. Gaan we gelijk een leuke winactie erachteraan doen. Wat kan je namelijk winnen? Jij maakt kans op dit DIY pakket, nou dat wil je natuurlijk winnen. Laat even een leuke reactie hierachter, deel deze video op Facebook of Instagram. Dan maak je dubbel kans, dus dan doe je zelfs twee keer mee. En als je een leuke reactie achterlaat, dan doe je ook al mee. Doe ik even een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Naast dat het complete pakket beschikbaar is, kan je het ook de losse onderdelen bestellen. Dus mocht je nou zelf dit bloemstuk ergens anders op willen maken, dan kan dat natuurlijk ook. Ik zal zeggen, we gaan gauw beginnen. Ik heb hele leuke ondergronden. Kijk, echt geweldige, mooi metaal, industrieel. En hier gaan we wat leuks op maken. Dus ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Allereerst heb ik een steekschuim oase rondje. En die gaan we eventjes inpakken in plastic, zodat het niet meer kan lekken. En dan knip ik de bovenkant even af. We gaan dit bekleden met dit bamboe materiaal. Dat knippen we in repen. Dan knip ik het in verschillende lengtes. Dan pak ik een elastiekje en die doe ik even vast om het oase rondje. En daar tegenaan zet ik dan de houtstukjes. En je hebt ze op verschillende hoogtes geknipt, dus je kan even kijken wat leuk naast elkaar staat. Maar het geeft juist een heel speels effect door dat hoogteverschil erin te houden. Het elastiekje halen we straks weg en vervangen we straks voor een touwtje. Maar dit geeft net eventjes dat het makkelijker is om alles er netjes omheen te krijgen. En dan pak ik touw en dat bind ik er omheen, zodat we het elastiekje weg kunnen halen. Wikkel ik er een paar keer omheen en dan leg ik er gewoon een strikje in. Je kan het ook gewoon afknippen. Ik vind altijd een strikje wel leuk. En dan kan je kijken van wil ik het deze hoogte houden met het hout of wil ik een stukje afhalen. En je kan het elastiekje ook doorknippen. Zoals je ziet hebben we nu een hele mooie basis en hebben we de buitenkant mooi weggewerkt. Dan gaan we er nu de bloemetjes in verwerken. Nou, zoals je kan zien past het heel mooi bij het geheel van het frame. Ik vind het ook altijd mooi om materialen terug te laten komen. Je kan natuurlijk op het laatste moment nog dingen bijschuiven mocht hier nou iets scheef staan. We gaan dus werken met sterke bloemen. Ik gebruik daarvoor een mooi gipskruid, disteltjes, scabiosa. En ik ga het op verschillende hoogtes erin steken. Je hebt natuurlijk al een hele mooie basis gemaakt met het mooie materiaal eromheen. Dus het mag mooi speels ertussen komen.
breng het mooi op hoogte. We hebben natuurlijk een heel mooie lengte. Het stuk is mooi in lengte door het frame. Dus het bloemstuk mag ook best wel wat hoger zijn. Ik gebruik lichte materialen zodat het straks mooi in balans is. Kijk, je ziet nu al wat dat doet. Dat wordt echt heel erg leuk. Mooie disteltjes. En lekker lang houdbaar. Voor in de zomerperiode, daar houden we natuurlijk van. Nu het wat warmer is. Maar je wil natuurlijk gewoon wat leuks op tafel. Dat kan natuurlijk altijd ook op deze manier. Ik zie dat ik straks nog een beetje moet schuiven. Maar dat kan je eigenlijk dat op het laatste moment nog weer doen. Als je een steekje bent. Je kan het hout er natuurlijk ook op het laatste moment omheen doen. Maar op deze manier kan je al heel goed kijken hoe het mooi tot zijn recht komt met de hoogtes. Daarom dat ik altijd eerst dan de buitenkant mooi wegwerk. Prachtig, jongens, kijk dan. En ik vind het heel leuk dat het hier wat lager is. Dus ik ga nog even aan deze kant ook een stukje afknippen. Zodat je iets meer doorheen kan kijken. Kijk, dat heb ik aan deze kant ook gedaan. Moet dan net weer te hoog. En dat is het voordeel van als je het eerst eromheen doet. Dan kan je altijd nog kijken van wat vind ik leuk. Waardoor alles mooi tot zijn recht komt. Ik heb het touwtje even iets strakker gedaan. Van dit mooie stukje. En ik vind hem nu al echt geweldig. De kleurtjes zo bij elkaar zijn gewoon heel erg mooi. En natuurlijk dat het super sterk is. Is natuurlijk ook nog eens mooi meegenomen. Hè? Het geeft een heel speels en vrolijk effect. En op deze manier steek je hem eigenlijk vol. En je kan hem natuurlijk helemaal naar wens maken. Hè? Je kan ook andere vormen maken aan de onderkant. Hè? Daar kan je jezelf je eigen stijl in geven. Hè? Doe wat jij leuk vindt. Ik steek het wel een beetje in de vorm van het bloemstukje. Dus ik ga er niet te veel buiten. Hè? En zo vul ik hem mooi op met al die mooie sterke materialen. En eigenlijk de meeste van deze materialen zullen ook echt heel mooi indrogen. Dus je kunt er extra lang van genieten. Echt prachtig. Het frame is ook echt super leuk. En zoals je ziet heb ik er twee. Je kan natuurlijk twee dezelfde stukjes op deze hoogte maken. Super tof. Maar wat ook heel erg leuk is, is om zo twee naast elkaar neer te leggen. En er bijvoorbeeld zo'n mooie vetplant bij naast te leggen. Doe je er een beetje Tillandsia omheen. En dan heb je in die stijl echt een prachtig bloemstuk. Deze vetplant hoef je alleen af en toe een keer te besproeien. En dat is eigenlijk gewoon voldoende. Echt geweldig. Dan heb ik ook nog leuke Tillandsia plantjes. Een leuk vetplantje. En die kan je natuurlijk mooi bij aanmaken. Je kan hem er ook bij aanhangen. Geeft ook een heel leuk effect. Wat je dan doet, is dat je er even een touwtje omheen maakt. Laat het er voorzichtig doorheen gaan. En dan maak hem aan de bovenkant vast met een knoopje. Zoals je kan zien. En dit kan je ook leuk met een vetplantje doen. Je kan gewoon het touwtje eromheen wikkelen. Het geeft gelijk ook een heel grappig effect. Je pakt als het ware het vetplantje in. Die kan je natuurlijk aan beide stukken eventueel bevestigen. Zo kan je heel veel leuke dingen eraan bevestigen. Ik heb op de website bijvoorbeeld ook van die leuke kleine flesjes staan. Wil je er nog wat extra snijbloem aan toevoegen, zou je dat ook kunnen doen. Dat is ook leuk. Je kan het eigenlijk gewoon vastmaken aan het touwtje of even met een krammetje. Dat is hoe ik het ga doen. Op welke lengte ik dat wil hebben, dan leg ik er een lusje in. Zodat je hem daaraan kan vastzetten. Super speels, heel erg leuk. En zo doe ik het ook met het Tillandsia plantje.
Nou, zoals je kan zien, superleuk, heel erg speels. Je kan er alle kanten mee op. En zo heb je bijvoorbeeld ook een heel leuk setje. Je kan ook twee keer het bloemstukje maken. Je kan er ook een klein bloemstukje opmaken in dezelfde stijl. Omdat je hem wat lager maakt. Dus je kan echt alle kanten met deze superleuke frames eigenlijk op. Wil je dit pakket nu bestellen of wil je een deel van dit pakket bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Het complete pakket vind je onder cursuspakketten, maar ook de losse materialen zullen daar te koop zijn. Goed, wil je meedoen met een winactie? Laat even een leuke reactie hieronder achter. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. En dan zien we bij de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei!